Al 2 seconden beter van het startpunt. Start is gevallen. Gaat niet zo goed achter de auto voor een van de deelnemers. Dat is Easy Going Bear. En die is er ook al uit. De leiding wordt genomen door Gonda Schermer. Helemaal aan de buitenzijde Hingis Transair. Aan de relingzijde gaat Coldy Tussi vol mee. En daartussenin is Jaap Verrein ineens het beleg van de sandwich met Go Lucky. En die gaat van de benen. Go Lucky springt. Wacht even op het comité, want die zijn hartig scherp vandaag. Uitgeschakeld nummer 4 galop. Kijk eens aan. En zo zijn de deelnemers in de rechte lijn overzijde. Leiding daar in handen van Gonda Schermer. Goldie Touchivon ligt tweede. Derde plaats erachter Hingis Transair. En dan valt er een gaatje. Naar Drogba Apache. Buitenkant Sander LB. Dan volgt Freek Schermer. Dan daarachter weer aangesloten, maar wel uitgeschakeld. Easy Going BR. En dat zegt Jeffrey Miras nu ook even tegen Jos Verbeek. Hij ligt naast hem met Gentle Dream. Ze gaan de paarden de volgende bocht in. En vooraan verandert er helemaal niks. Tempo is ietsje naar beneden gegaan. Leiding in handen van Gonda Schermer. Wordt gevolgd door Coldy Touchivon, die weer helemaal top is. Daarachter op plaats 3 volgt Hingis Transair. Daarachter volgt aan de buitenzijde Sander LB. En dan aan de relingzijde Drogba Apache, die dus nu ook aan de relingzijde met een paard voor zich kan lopen. Daarnaast in de tweede spoor Freek Schermer en laatste is Gentle Dream. Paarden komen voor de tribune langs. Goed gevulde tribunes vandaag. Lekker barbecue in Wolvera en paardenkoersen. Kijken, we hebben nog 1 ronde te gaan. Leiding in handen van Gonda Schermer. Daarachter Goldie Touchivon. Buitenkant Sander LB. Tempo is nu fors naar beneden. Daarachter aan de relingzijde volgt Hingis Transair. Die zit vast. Aan de buitenkant daarnaast ligt Freek Schermer. Dan Drogba Apache en dan Gentle Dream en dan Godimento. Godimento er waarschijnlijk ook al uit. En zo zijn de paarden de rechte lijn overzijde weer in. En daar gaat de voorsprong ineens groeien van Gonda Schermer. Gonda Schermer neemt 1,5 lengte voorsprong. Goldie Touchivon probeert erbij te blijven. Aan de buitenzijde kwam juist dichterbij, maar valt nu weer iets terug Sander LB. Daarachter aan de relingzijde gaat makkelijk mee Hingis Transair. Paarden gaan op weg naar de laatste bocht. Gonda Schermer leidt daar. Gonda Schermer, lengte voorsprong. Tweede plaats voor Goldie Touchivon. Daarachter Hingis Transair, die wacht op ruimte. Die ruimte komt er voorlopig nog niet. En aan de buitenzijde gaat nu naar voren Freek Schermer. Freek Schermer schuift op aan de buitenzijde. Dat doet hij halverwege de Tjarda-bocht. En Gonda Schermer is daar al op het gaspedaal gaan staan. Dat heeft Hemming eigenlijk gedaan. Gonda Schermer reageert daarop. En komt als eerste in de laatste rechte lijn. Gonda Schermer als eerste. Daarachter op plaats 2. Daar is nog een felle strijd gaande. Gonda Schermer leidt makkelijk. Gonda Schermer aan de buitenzijde komt Drogba Apache nu sterk op. Daartussendoor ook Goldie Touchivon. En Goldie Touchivon loopt zelfs in op Gonda Schermer. Drogba Apache op plaats 3. Ze gaan naar de streep. Gonda Schermer wint. Goldie Touchivon tweede. Drogba Apache derde. En de vierde plaats. Goed gelopen. Gentle Dream.